eens hier. Kijk eens hoe bochtig dat is. Je ziet dat bijna niet op de normale camera's. Goeiedag. Het zijn flinke bochten. Dat is de Old Hairpin. Onder Starkey's Bridge door en dan dit gedeelte omhoog. McLean's Corner. Je kan niet zien waar je naartoe moet, het rechtsaf gedeelte. Kort rechtstukje, Koppers Corner. Weer uit accelereren. Kijk, en dan heb je een heel klein stukje blauw-witte stenencurve zo. Bam, daar links. Onder de brug door. Hier ook weer zo'n dip in de weg en dan linksaf die S's in. Moeilijk zichtbaar. Bijna blinde bochten. We zijn weer terug waar we begonnen, op de Melbourne Airpin. Rondetijden vallen nu weer wat naar beneden, wat er toch op duidt dat het af en toe op het circuit nat is. Ik denk dat Senna gewoon nu een keer geen risico heeft willen nemen en dan toch naar zijn regenbanden geschakeld heeft. Ook op het lensje, er komen wel wat druppels vanaf, maar niet echt heel veel. 9 ronde wedstrijd nog voor Ayrton Senna.